Hier zijn ze. Kijk als ik hier een gat graaf. Aha, ik heb het hoekje gevonden waar ze gaan graven. Ik heb het hoekje gevonden waar ze geprogrammeerd zijn om naartoe te gaan. Prek daar. Prek hier. Kijk, zie je, ze zijn vastgeklitcht. Kijk, ze springen. Oh ja. Dus wat hebben we hier gaan doen? Is die al die hoekje hier. Nee, ze slaan nog niet. Dus. Headshot. Zonder van je pijlen. Ja, je moet ook uitzoeken. Dave, kan je nog meer bogen maken? Nu op het moment niet. Alles zit in de kist bij ons thuis. Ah, want we hebben nog kisten gemaakt om onze spullen wat weg te stoppen. Ja, ik wil mijn kokos niet verspillen. Ze hebben zelfs een gat daar naar beneden gegraven als in de kelder zitten. Ik wil de kelder hier controleren. Zullen we daarmee wachten tot het licht wordt? Zullen we daarmee überhaupt weg wachten tot er hier geen zombies meer zijn? Ja, we moeten ze allemaal killen. We moeten ze allemaal gaan killen hier. Zal ik een scheren naar beneden springen? Die doen we niet. Bluff het. En Nie? Die is gevonden. Kan ik hier een blok vanaf hier plaatsen? Die honden lopen ook nog steeds buiten. Ja, ik kan... Ja. Kijk hier. Ah, oh, fuck. Niet staan. Right in your eye. Maar dat is ook bij dit spel, hè. Dat, dus, dit is toch bij dit spel dat hout draagt verder dan... heeft meer draagkracht dan modder. Ja, en als je het aansluit met andere delen... Oh. Ja, dan gaat het... Ja, oké, we hebben een weg gevonden naar de overkant. We zitten nu op het andere dak. Kun je een gaatje maken? Oh, kijk daar. Gezellig. Ja. Ik ga even een gaatje in het dak maken, kijk wat erin zit. Gewoon even... Oppassen, dat je niet erin valt. Hey, oké, het gaat naar beneden. Zombie kills. Oh yeah. Oh yeah. Kom je nog wel eruit? Nie? Dat hoop ik. Laat me je helpen hier, dat ik. Oh, hier lopen ook zombies. Kom eruit. Je kan nu hier al eruit. Ja. Ja. Kom je? Oh, wait. We hebben dus een weg naar de overkant gevonden. Ja, ze zitten nu nog te rennen, maar... Ik vind deze nacht niet zo'n succes, eigenlijk. We hebben het overleefd. Oh jeetje, heb je gezien dat ze gewoon... Daar die hoek en deze hoek ook al, die zijn gewoon al helemaal kapot. Ja, die maken alles kapot, letterlijk alles kapot. Zeker, hoe gaat het? Hoeveel pijlen heb je nog? Ik heb alles opgeschoten. Kan ik ze even slaan? Nee, kom ik juist niet aan. Maar ze zijn geglitcht. Ja, het is nog een alpha, dus ze zijn geglitcht. Ik heb heel veel gekeild. Oké, het is niet dag mensen, dus nu moeten ze langzaam zijn. Let's go down, I think so. Ja, yeah, wat? Eens kijken. Take your shotguns with you. Oh, ze hebben een gat gegraven naar de kelder. Ik ben buiten. Ik ga ze allemaal killen. Met mijn knuppel, om kogels te sparen. Oh, dit was dit wordt een flinke opruiming. Oh, nee, niet in de kelder. Ik zie daar gewoon aan de achtergrond een hert gewoon lekker rustig gras eten. Oh, wanneer gaat deze dood? Oké. Okay. Oh, ik snap het al, mijn stamina is op. Ik moet even wat eten. Even wat eten. Jongens, Dimitri, kom je ook nog naar beneden even helpen? Ik ben al buiten. Hebben jullie... Oh nee, ik heb mais op te eten. Ik val aan vanuit binnen. Dat is niet slim. Jawel hoor, ik heb nog al 70 gedood. Nee, totaal heb ik 44 zombies nu gedood. Maar hier is het lekker licht en zijn ze langzaam. Yep. Ik zit nu gewoon lekker mais te eten. Nou, ik heb hier een fakkel, dus hier is het ook licht. Oh, hallo groepje zombies. Hoe is het met jullie? Oh ja, binnen zijn er genoeg ze wel rennen. Kom naar buiten. Doe het zo. Die is dood. Hallo jongens, kom hier naartoe. Oh, right to the face. Als je veel stamina hebt, kun je ze heel snel. Drie hits. Hey, empty bottle kunnen we vullen. Oh, dat was zonde. Ammo clip. Wat was zonde? Ik schoot op de deur in plaats van dat ik hem open. Oh, oké, waar is de kelder? Ik wil de kelder door. Benzine gevonden. Oh, ze zitten nog een paar in de kelder. Oh, eentje nog. Oh, dat is weer die glitch. Jongens. Nee. Oh, dat hondje wou alleen de ijskast in. Arm hondje. Ah. Je geeft echt geen tijd aan niemand, hè. Nee, dier krijgt tijd. Right, en... Leeg.
Jullie hebben ook die corn seeds, hè, bij je. Oeh. Ik heb het gewoon lekker veel. Ja? Oh, je hebt ook het wapen. Je hebt ook het wapen. We hebben hetzelfde wapen. De mijne is bijna kapot. Ik heb nog 2 ammo clips daarvoor. Dat wapen. Deze is ook niet zo heel erg gaaf meer. Alright! Dit huis is mooi gebleven. Gelukkig. Helemaal kapot. Okay, ik ga de andere kant checken, Keftel. En even de brievenbus kapot maken voor scrap metal. Ik heb nog steeds een zombie. One hit kill. Hey, de zombies hebben een hart van mij gekillt, dankjewel. Wat zit hier in de... Dat is een springende zombie. Magazine. En... Mes. Put. Ik kreeg heel veel wapens en oh, dat gekil. Ja, erg, hè? Ja. Kijk, heb ik nu het opgeraapt? Nope, oprapen. Dat kleine witte huisje is niet zo... Je kunt ook wapens combineren, oh, hè? Je gaat op. Ja, om te repareren. Okay. Dat weet ik, dat weet ik. Dat is wel fijn. Ik heb benzine gevonden. We hebben al lang benzine thuis, ik had het ook laatst gevonden. Oh, dat niet zo stoer doen, hè, maar ik heb ook al benzine gevonden. Auw, dat deed pijn. In het witte huisje was niks hier. Nee. Nou, 2 water en een ijskast. En een lege fles om te vullen. Nee, ik moet dat prettig. Oh, Dave. Had je maar erin gekeken? Waarin? In het houten huisje, want je hebt pils gemist. De wapen, dus ik ga mijne repareren daarmee. De wapen die je ook hebt. En ik heb nog 2 ammo clips gevonden. Weet je wat ik ook zo graag dus vind? Dat Peter kijken. Dat je sommige dingen niet kunt stacken. Dan als je dan 2 stacks hebt van hetzelfde, dat je het niet kunt stacken. Ja, dat zijn glitches nog. Maar dat is nog een alpha. Er zijn zelfs items hierin, wat nog niet is als een... Als hoor uitzien, dus ik denk als je nu een TNT zou maken, ziet het eruit als een steen. En Dave, ik heb iets voor je. Alsjeblieft. Zie je liggen? Thanks. There you go. Alright, laten we de hooivelden plunderen. Ik heb een repair tool. Een repair tool? Een wrench. Oh nice, kan je het gebruiken? Dat denk ik wel. Ja, ik weet niet waarop, maar... Ik ga even nog wat mais verzamelen. Ik heb genoeg mais, ik ga niet nog meer mais verzamelen. Nee, ik heb nog niet een stack vol. Dus ik wil even wat meer verzamelen voordat het allemaal kapot gaat. Want het kan allemaal kapot gaan. Oké, ik heb een stack. Weet ook nog maar de helft wat je ergens mee kunt maken, zoals die wieldoppen ofzo. Wat moet je daar nou mee? Ja, die wieldoppen kan je scrap met ervan maken. There's Valley. Welke? Ders Valley, met die heel veel huizen. Ja, zullen we daar naartoe gaan, lijkt me ook wel leuk. Dagbed, jammer. Dagbed, jammer. Ja, ik dacht ik bewaar dat bed, maar... Mm-hmm. Dat gaat niet. Ah, ik ben vergeten de timer op te zetten, valt me juist in. Nou ja. Oké, okay, zullen we? Waar zijn jullie? Ja, ik ben in de schuur. Oh, oké, okay, dan doe ik wel even... Ik ben er al bijna. De laatste mais opeten. Ben je er al bijna? Ik ben er al eigenlijk. Oh, je hebt hem gewoon doorgelopen, je hebt gewoon eens achtergelaten. Ik heb gewoon gezegd, we gaan hier naartoe. En ik ben er gelijk naartoe gegaan. Niet treuzelen. Nee, dan ga ik ook maar alvast. Dit is ook echt een spel dat je op een gegeven moment je inventory zo vol hebt, dat je echt denkt, oh, ik wil dat niet weggooien en ik wil dat niet weggooien. Ja, maar je moet sommige dingen weggooien. Dat je gewoon, ik denk dat je gewoon die dingen heel eindeloos kan krijgen als je gewoon genoeg zombies killt. Kun je alles killen, krijgen wat je nodig hebt. Zoals de brievenbus, papier, en niks aan. Ik heb 4 scrap metal, nee. Scrap metal. Te veel mogelijk scrap metal verzamelen als we kunnen. Hey, hopcap. Dit is niet slim. Ik moet even wat dingen scrap metal voor gaan maken. Zo. Ik moet even dat bed gaan ophalen wat ik net weggegooid heb. Oké. Okay. Oeh, een bank. Waar is mijn bijl? Ah, geen veer. Ik wil een veer hebben. Dat is alles wat ik nodig heb. Dan kan ik een shotgun maken. Maar ik heb gehoord dat het shotgun... Oeh, is dat een veer? Nee, scrap metal. Maar ik heb gehoord dat met een veer, zeg maar, als je shotgun hebt... Helemaal clip, ja. Weet niet. Dat je dat, zeg maar, het sterkste tool is in het hele spel. Oké. Okay. Dat de meeste mensen in het spel gebruiken om bomen en zo neer te halen. En alles gewoon blokken kapot te maken. Een shotgun? Ja, een shotgun. Oh, okay. En als je gewoon mijnen kan je, en zo doet, hè, kan je gewoon alles zelf maken. Je kan je eigen shotgun ammo maken. Nice. Ijskast, kan ik niet in. Kist, leeg. Hallo meneer zombie.
Ah, eten. Dat heb ik nodig. Meet my pointy stick. Oeh, is dat al een zolder? Zolder is leeg. Zolder leeg, Dave? Ja. Je bent zo stil. Ja, ik ben snel de huisjes aan het reden voordat het nacht wordt. Ja, ik ga hier de garages even in. Kijk wat daar aan zit. Natuurlijk, in garages kan ook allemaal wapens in zitten. Papier. Klopt. Boeken leer. Een lijk met een boek. Oeh, eten. En... Oeh, pils. Oeh, ik heb een ei gevonden. Aha. Een nestje met een ei. Ah, hallo meneer de hondje! Ah, door het gras kan ik me juist niet slaan. Ah, fuck, nope. Nope, nope. Oh my god, eerst zat hij heel rustig te lopen en dan ik aflepte die uit. Wanneer ga je er niks? En, oh crap, dat mag ik niet doen, ik wou die fles pakken. Cool, nee, waar is mijn baseball bat? Hup, hup. Nog met pils. Oh, ga weg. Je moet opschieten, want de zombies beginnen te komen. Ga weg. Gaat het, Dimitri? Ja hoor, ik ben een hondje aan het aaien. Ah, oké. Okay. Lief hondje, hè? Zombie-hondje. Oh, mijn inventory is compleet vol. Wat kan ik weggooien? Wacht, eerst even. Zombies killen, daar we go. Deurtje dicht. Ik heb een leuke ding gekregen. Dan? Ik weet niet of het werkt. Als ik denk wat het is. Even eruit. Een espresso-apparaat. Een ranch. Oh, is dat niet hetzelfde als die repair tool? Een repair tool, ja. Oh, nice. Dus we kunnen daar dingen repareren mee. Ik weet niet hoe, maar we kunnen het. Een auto? Meer repareren? Ik moet wat dingetjes weggooien. Ik moet wat dingetjes gaan gebruiken. Dus gewoon, ik ga gewoon mijn shotgun helemaal repareren. Vlees gooi ik wel weg, dat gooi ik weg. Soms kan je dingen niet weggooien, hè. Dat je gewoon probeert te klikken en dat wil het niet doen. Nee, nope. Daar is dat. Ja, clipsize pills. Bottles, belangrijk. Nou, dat er weg. Dat er weg. Ik moet soms uit de inventory gaan om het weg te gooien. Sparks kan ik altijd opnieuw maken. Ik denk, dingen van hout en zo kan ik altijd nieuw maken. Dus daar maak ik me weinig zorgen om, snap je? Dus dat doe ik liever niet bewaren. Snap ik. Nou, die schep is bijna kapot, weg ermee. Zo, weer wat plaats gemaakt. Oh, hallo meneer de zombies. Nummer 1. Zombie 2. Oké, die is wel sterker. Fuck. Nog mijn shotgun ammo. Ik wil ook een keer zeggen, ga door. Nee, zijn al dood. Hey. Doei niet. Alright. Sorry. Ik heb al 19 scrap metal. Nice. Kijk, ik heb benzine gevonden. Ik moet uitzoeken wat we benzine kunnen doen eigenlijk. Ja, gerepareerd. Nice. Eens kijken. Ik heb even ingots te maken. Ik heb een band. Ik heb een veer. Nice. Yo, ik heb een veer. Oh, je hebt een veer! Ja. Awesome! Waar ben je? Ik wil die veer zien. Wacht. Ik wil die veer zien. Waar heb ik hem? Het ziet er als een groen blokje uitzien. Oh, heb je hem? Wacht. Ah, is goed. Daar, you stupid zombie. Huh? There we go. Waar is het? Wacht. Hier. Wacht. In mijn hand. Dat is een veer! Ja, dat bedoel ik. Af! Fuck you, man! Ik wist het. Ik wist ik heb, het. Hey, ik heb een kogels, een ammo van een handdrijver gevonden en die kreeg jij niet. Godverdomme, dat is stomme veer. Ik denk, hier is eindelijk een veer, ik kan een shotgun maken, nope. Het was een veer. Je vroeg om een veer, joh. Een ijzeren veer. Ik heb al 12 shotgun shells ervoor. Zeg, dan duidelijk. Oh, mag ik die shotgun shells hebben? Ik heb namelijk een shotgun. Ik heb scrap metal. Kan ik hiermee slaan? Oh nee, ja, dus natuurlijk. Hey, kijk, een shotgun. Kom op, ga door. Aha. Hier kunnen we nog heel lang looten in dit dorpje. Ja, hier kunnen we nog heel lang looten. Route. Dus ik denk dat we later eigenlijk gewoon nu terug moeten naar onze basis gaan. En dan misschien even wat verder bouwen en dan hier later elke keer terugkomen voor verder te looten. Ja. Zeggen jullie daarvan? Ja hoor, alleen. Kijk. Oh god, ik schrik me helemaal. Ik schrok. Ik ben een rennen. Ik ben een rennend roofbeest. Een rennende zombie, dacht ik. Ik zit ook bang kapot te maken wat ik kan vinden. Ik heb gewoon 15 pijnstillers. Dat is een zaklamp.
korps. Oh kijk, in de korps zat weer een shotgun ammo. Oh my god! Dus... What the fuck? Wat? Kijk naar zijn hoofd! Wat dan? Kijk! En dan? Oh, jij ziet het misschien anders, maar moet je je voorstellen dat die nek helemaal gestretched zit, net als Lange Jan. Oh, echt waar? Ja! Nee, ik zeg dat niet. Lange Jan en alle man. Ja, la 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 la. Oké, ik weet ook niet waarom ik dat zei, maar oké. Oh, misschien gaat het... Oh, met de big axe gaat veel sneller. Ik heb wel heel veel scrap metal. Ik heb heel... Ik heb genoeg heet ook. Scrap metal, scrap metal. Lukt wel. Wat dan? Doe ik zo. Dan kijken, Iron Ingots. Dan heb ik shotgun heel. There we go. Dan heb ik heel, heb ik een andere shotgun heel. Ik heb al 9 ingots, heb ik al. 9. En dan heb ik weer een andere shotgun heel. Hoi. Alright, nice. Zullen we er wel eens richting terug gaan? Ja. Nog niet. Dave. Ik ben niet. Omdat ik nog huis af moet maken. Ik heb nu, ik heb nu gewoon 20 shotgun shells. Oh, nice. Alright, ik ga richting terug. Dimitri, kom je ook alvast mee? Ja, wacht even, jongen. Hier ligt nog. Nooit iemand achterlaten. Ja. Maar het begint dag te worden. Ja, dan moeten we hier even overnachten. Dan moeten wij hierover, dan gaan we hier maar afsluiten. Hier ligt voedsel en water nog. Nog meer right, water. Right, mensen. Dat kun je. Oeh, ik vind gewoon een wapen en wat meer ammo voor mijn machine gun. Pistool, in de tas. Ik heb van die machine gun heb ik al 11 ammo, man. Ja, man, je vindt het heel snel, hè? Ja. Hoppakee, kant er. Een prullenbak, nee, daar zit papier in. Hey, ik kijk, scrap metal. Ik heb 34 scrap metal. Nice. Nice. Maak er ingots van. Kan ik die dan kijken? Oh, wacht, hier heb ik nog 2 scrap metal. En als ik de brievenbus kapot maak, nog meer scrap metal. Dat is heel makkelijk te krijgen. Dus we kunnen dadelijk gewoon net zo goed een heel huis maken van ijzer. Mm. Yeah. Nou, laten we eerst maar eens even 5 pickaxen maken. Pickaxen gaan wel hard. En ik ga trouwens even iets uitzoeken. Maar volgende keer, ik moet wat eten en drinken zie ik. Want de voetbal gaat steeds leeg, moet je steeds in de gaten houden. Dan moet ik even 20 miljoen maiskorfs eten voordat mijn voetbalpas vol loopt. Waar zijn jullie eigenlijk? Jullie zijn daar. Oké, ga ik eens in dit huis scouten. Banken! Die moet ik hebben. Hoe snel gaat het? Oh, met de pickaxe gaat het heel snel kapot. One hit. Geen veer. Kom op, waar is de veer? Ik wil een shotgun maken. Nope. Geen shotgun. Nog niet. Misschien van de bed. Kan je die kapot maken? Hé, hey, nog een verband. Nee. Kist hier. Beetje van de hoofdwater. Liggen potten. Mijn inventory is compleet vol. Ja, bij mij ook. Bijna wel. Ik zet steeds dingen zeg maar, te doen. Ik zeg even wat dingen kan weggooien. Mm-hmm. Leer doe ik weg, kan ik weten hoe ik daar genoeg van kan krijgen. Veren hou ik. Huh. Hoe kan je weten welke meer damage doet? Dat weet je juist niet, hè? Nee, nee, ik zit ook aan te kijken. Maar... Oeh, 19 pijnstillers. 19 per wauw. Ik heb er pas 2. Dan heb je er veel? Ik heb 9mm ammo. Delen, van de tas hier zo. En, huppakee. 10 ik heb heel veel eten. Pistol ammo. Scrap metal. Huppakee, scrap metal. Oké, okay, onze voorraad is denk ik nu wel vol genoeg voor vandaag. Dus kom, laten we de allereerste huis pakken waar we ook nog terug moeten rennen. Is iedereen. Volg degene die nu zit te rennen door de map. Ik zit in een lekker huisje hier zo eigenlijk. Waar zijn jullie? We moeten even gaan overleven deze nacht. En dan gaan we afsluiten. Ja, ik kom eraan. Maar ik zit. Ik zit in Spanje. Mm-hmm. Ik ga nu het huis in. Hier. Was hier toch een zolder? Ik ga nu wel een huis in. Hier zit nog scrap metal in. David, er zitten nog miljoenen spullen en je kan uren blijven verzamelen. Ja, ik heb een airconditioning leeg erover. Oh ja. Oh. Ja, dat is... Heb je toevallig de campfire meegenomen? Ja. Willen jullie even naar buiten komen? Waarom? Ik krijg nog zombies hier. Zou je beter zijn je om binnen te komen? Oh. Goodbye. Succes, team. Is je stamina op soms? Ik denk het. There we go. Dat blauwe balkje is het waar je zo poppen ziet rennen. Oeh, ja. Oh, sorry. Ik was gewoon heel blij dat ik eindelijk een keer een zaklamp heb. Had je nog geen zaklamp? Ik had nog geen zaklamp. Die had ik zelfs nog
er een keer voor je gedropt is, dan heb je hem niet opgeraapt. Wow. Blijkbaar. Dave zit weer te kruipen. Ja, oké, okay, er was hier echt een trap. Ah, oké, okay, ik heb de trap gevonden. Dit is het eerste huis die ik geroofd heb. Yep, dat is op de snelste weg terug. Dit is een laag huis. Wauw. Ja, maar het is veilig. Het is veilig. Alright, dan gaan we hier vannacht overleven, mensen. Hoppakee, nog we hebben lekker weer wat materiaal verzameld. Hup. En het pikken donker. Ja, zit er niet hallo. Laten we even een torch pakken. Waarom doe ik mijn zaknappen niet? Oh, nee. En... Weet je, is gek. Vertel... Als je de torch plaatst, is het ander licht. Vertel de waarheid. Vertel de waarheid. Waarom is het ander licht? Heb jij het gedaan? Ben jij de monnaar? Ben jij zombie? Ben jij de monnaar? Oh god, dat ziet weer uit met je ogen. Ben jij zombie? Kijk, kijk, oh mijn god, sta stil. Niet sta stil. Zo heb je spierwitte ogen. Ja, jij ook. Oh mijn god, een demon. Ben jij een zombie, yo? Yo? Jongens. Zo? Jongens. Ja? Dave? Jullie zijn zombies. Nee. Misschien ben jij een zombie. Jullie zijn allemaal zombies. Nou, maak je wapen maar. Oké. Jullie zijn allemaal... We hebben zoveel materiaal, we kunnen alles eindeloos maken. Ja. Oké. Okay. Goed mensen, we gaan hier vannacht overleven, dus we gaan hier gewoon onze inventory leegmaken. En ik ben vooral heel blij met mijn zaklamp. Wee! Zaklamp. Wie zegt dat die zaklamp zelfs door de vloer heen gaat schijnen? Oh ja, dat heb ik een keer gezien, ja. Ja, ja. Hey, goed mensen, dit was weer 7 Days to Die. Ik heb juist geen timer opgezet, dus we moeten kijken hoe deze video een beetje uitkomt. Hopelijk vond je het wel interessant en leuk dat we een beetje zitten verkennen en alles. Want dat moeten we ook hebben hoe we aan materiaal komen. En de volgende keer gaan we de weg terugmaken. Oh joh, zonde. Ik heb genoeg van de kleine pistolen. Deze ga ik gebruiken om eentje volledigen. Nee, dat heb ik gedaan, maar goed. Hopelijk vond je het leuk. Als jullie het leuk vonden, deel deze video met de anderen om de anderen te laten zien hoe verschrikkelijk of geweldig we zijn. De keuze laten we aan jullie over. Yep. En geef ons nog een thumbs up. Daar help je ons kanaal heel erg mee. Daar steun je ons kanaal mee. Thumbs. Dus we gaan hier... Dave gaat weer een gaatje maken. Gaat hij even voor deze nacht een paar bijen kapot schieten. Ja, en ik hoor zombies ding kapot slaan. Dus ik wil de zombies kanaal opknallen. Oké. Dan gaan we gewoon volgende keer weer verder. En dan gaan we de weg terug. En dan gaan we een basis bouwen. En dan gaan we nog proberen kijken hoe we dingen meer gaan craften. Mm-hmm. En dan hoop ik ook wat meer uitleg erover geven. Misschien kan het net zo goed dat er wat updates zijn geweest dan. Wie weet. Alright, hopelijk vond je dat leuk en tot de volgende keer. I'm the king of the hill. Eigenlijk. The king of the roof. Are you the king of the roof? Yes. Ik heb een zaklamp. Something like that. Ja, ik heb een zaklamp in zo bij. Oké. Zaklamp werkt niet echt goed hier zo. Nee. Maar we gaan mensen. Later allemaal. Doei. Later.